Yo mensen, vandaag sta ik in Jump Excel Spijkenisse en ik ben niet alleen. Mijn ik ben pijn. Samen met Ow. Tim en Boas. Jullie kunnen geld verdienen. Nou, geld verdienen is altijd leuk. We hebben zo meteen 4 challenges en in die 4 challenges kan je of heel veel geld verdienen of helemaal niks. We beginnen met de allereerste challenge en die heeft met salt te maken, maar daarvoor moeten we eerst eventjes naar de trampoline. Maar we moeten natuurlijk wel met een transition naar de trampoline. Boom! We staan op de trampoline en hier gaan we de eerste challenge doen en die gaat als volgt. Je gaat binnen een minuut zoveel mogelijk verschillende salto's doen. Geen variaties, maar echt verschillende salto's. En voor elke verschillende salto die je doet, krijg je 2 euro. Steenpier, schaar, wie begint? Tim. Wil jij als eerste beginnen? Nee, hè? Nee. Okay. Nee, jawel. Ja? Ik ga zo meteen de timer aanzetten, Tim. Ja. Boas, wij gaan met ons gezicht die kant heel gezellig op staan, want wij mogen niet zien wat Tim doet. Oh, dat is slim. Want anders hebben wij natuurlijk een voordeel. We gaan beginnen in 3, 2, 1, start, Tim. Hey. Landen? Ja, je moet wel landen. Ja, die telt wel. Ik doe het lang niet. Ik kan het gewoon bijna. Het is gewoon zwaar. Stop, bro. Hoeveel verschillende salto's had jij? Niet zeggen wat je daar hebt gedaan, maar hoeveel verschillende salto's had je? 12. Nee, joh. 12 verschillende salto's? Ja. Nee, had die 12 verschillende salto's? Hoeveel had je er? Deelt maar door 2, dan heb je het juiste aantal. Dus 6. Oké, dus 12 euro. Nou, fijn. 12 euro voor Tim. Wie van ons gaat? Ik ga wel. Het is wel echt een beetje zwaar. Ik geef de timer aan Boas. Boas 3, 2, 1, go! Lekker hoor. Ja? Ja? Oh ja. En deze nog. Oh, wat kan ik nog? Oh, wacht even. Zoek jij ook wat? Wat dan? Ik ben het tel kwijt. Ik weet het ook niet. Oké, wacht even. Backflip. Stop inderdaad dat jullie het direct zijn. Dat was het volgens mij. Als er meer zijn, weet je het, maar volgens mij 10. Boas is met een minuut. Krijgt alleen de winnaar het? Nee. Al mijn geld gaat er wel af, dus jullie moeten het beter doen dan ik. Ready? 3, 2, 1, go! 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kom maar doen. 7, 8, 9, 10. Hij gaat short breken. Snel vingerpergeten, jongen. 12, 13. Wat ik kan. Hij is er 12. Boom. Wat is dat dan? Boom. De tijd op. Boom. Oh, je zegt gewoon boom. Ik dacht dat het boom van de tijd is op. Stop. Ik bedoel het boom van Kaboom. Oh, Kaboom, Cody en zo. Boas, goed gedaan. 26 euro. 20 euro en 12 euro. Hoe heb jij maar 6 salto's gedaan? Ja, ik zie het jullie nu ook doen en denk ja tuurlijk, maar ik dacht gewoon weer te moeilijk na, zoals altijd. Goed, volgende. We gaan door naar challenge 2 en hierbij kan ik geen geld verdienen, maar de jongens wel. Ik ga de jongens zo meteen een letter geven en bij die letter hoort een salto. Als zij de juiste salto raden, krijgen zij maar liefst 10 euro en daarna mogen ze double or nothing doen totdat ze zeggen ik ben er klaar mee of ze alles verloren hebben. Ik denk dat jij mag beginnen. Dat is ja, fijn. Ja, is goed. Wat moest je doen? Ik zal het van tevoren in de camera zeggen. Boas gaat het salto doen. Heeft hij hem goed? 10 euro mag hij double or nothing doen. Heeft hij een fout? Stopt hij meteen. De eerste salto is een... Pagani. Iets harder. Je mag een salto doen met de letter B. Oké, Boas, wat ga je doen? Ik denk dat hij deze wel heeft. Was hij goed? 10 euro, double or nothing. Double. Double. Oké, dan gaan we nu door naar trick nummer 2. En dat is met de letter F. Frontflip, full, flikvlak. Oeh, wat gaat hij doen? Double or nothing. Gaat hij voor de 20 euro? Shit, ik heb ook gewoon 3 opties. Bro, ik denk oprecht, maar ik weet niet of jij me full gaat doen. Want dat is natuurlijk voor mij een hele fijne trick.
Of dat je zegt van ik ga iets uit je comfortzone. Of dat je denkt dat ik uit mijn comfortzone heb. Doe het maar gewoon. Ik doe een flikvlak. Nee, grap, ik doe een voet. Nee, ik doe. Waarom is het zo moeilijk nu kiezen? Ja, het is flikvlak. Ik weet het wel, dit maakt wel anders. Nee, dat was vol. Nee! Ja. Toch die reverse psychology. Helaas, 0 euro. Tim. Ja, dat ben ik. Jij mag een salto doen met de letter... Is goed. Met de letter A. Oh, shy, de week ook eigenlijk. Een flip. Ja. E-twist. Oké, let's go, let's go, let's go. Oh, jammer. Oh, nee. Arbier Arabian, achterover salto. Boas heeft hem net genoemd. Boas heeft hem net in zijn drie dingen dat die hij net noemde. Arabian is Arabier. Nee, Arabian is... Arabian is Arabier. Arabian is Arabier, zegt deze guy. Dat kan ik toch ook helemaal niet, dat kies je niet. Ik ga gewoon E-twist, is het niet. Nee, tuurlijk. Dat is een 540. Nou, ik kan gefeliciteerd, 0 euro, het was Arabian. Maar ik geef je nog één kans, maar dit is wel heel zielig. Nou, ik deed hem wel, dus krijg ik dan zijn geld. Nee, maar ik deed hem wel. Ja, oké, jij krijgt 10 euro, is goed. Ja, 34 euro. Oké, Tim, poging 2. We beginnen makkelijk. Backflip. Met de B. Gewoon doe wat je het eerste opkomt, Tim, niet te moeilijk doen. Nee. Ja, 10 euro. Gefeliciteerd. Maar nu komt er double or nothing. Ja, wel dubbel, want anders vind ik het shit. Deze wordt iets moeilijker. Q, quad back. Nee, de trick is... Side. De letter S. 5 euro, dan verklap ik hem. Side flip. Ja? Het was een side pull. Hoezo kan ik dat? Waarom dat denk kan dat jij! Dat... Kijk dan, even serieus. Kijk, dat was hem bijna! Dat had ik verteld als je hem überhaupt had attent. We gaan door naar... Flauw. Challenge 3. Hier achter mij kunnen jullie twee rijen met trampolines zien. En we gaan kiezen links of rechts. De eerste krijgen we cadeau. Dus je hebt sowieso 1 euro verdiend. Je mag stoppen wanneer je wilt. Maar spring je naar de volgende en spring je goed, heb je meer geld, want de volgende is meer euro waard. Spring je verkeerd, ben je gelijk af. Zal ik dan beginnen? Ja, is goed. De eerste mogen jullie mij cadeau geven. De eerste is links. Oké. Okay. Oh, links. Oké. Okay. Ja, nu. Het is nu al spannend. Het is nu al spannend. 1 euro. Ga ik nu al stoppen? Nee, tuurlijk niet. Woehoe, hij is goed. Let's go. Dus ik zit op 10 euro. Alles weg! Ik had gewoon slim moeten spelen op logische wijze. Nee. Mag ik mijn notitie even bekijken? Dat ik zie wat ik voor mij niks. Wie van jullie wil? Ik wil dat. Oké. Boas, ben je ready voor? Ja. De eerste is links. Die had ik al fout. Links. Oké, we gaan meekijken met je. Heel goed. Ja. Heel goed. Let's go. Wat gaat de volgende zijn? Ga je eruit stappen? Dan heb je wel alweer 10 euro. 10 euro is wel goed. Nee! Boas! Ik wilde dan bij deze stoppen. Ik denk ik ga redelijk safe zijn, maar 10 euro is te weinig houden. Ja, ik moet toch naar huis rijden ook nog. Ja, dat is waar. Maar nu heb ik niks. Boas heeft ook niks. We gaan naar Tim. Oké, Tim. De eerste krijg je cadeau. Ja, welke kant denk je? Als je het goed rechts. Hebt, is hij verdubbeld. Rechts. Oké, okay, rechts, nou mag je. Deze verdubbeld, dus je hebt al 2 euro. Heel goed! Gaat hij door! Hoe hebben we dit allemaal daar af? Oké, jongens. Jullie mogen nog een keer. Mm-hmm. Dat mag. Maar dan lever je wel 5 euro van je pot. Ja, dat is goed. Dat heb ik niet. Jawel. Je hebt 6. Je hebt 12 euro, dus dan heb je min 5. Dus dan heb je nog 7 euro over. Ik heb geen 12. Jawel, die je eerste. Jouw team voelen af? Ja, dat is op het eind. Oh! Dezelfde volgorde als de eerste volgorde. Oh, kak, ik ben heel erg. Oké! Boas, je hebt nog een kans. Boas, wacht. Oh, dat was al fout, want het is links. Je bent van 34 euro naar 29 euro gegaan. Ja. Je moet het hoger hebben. Kom op, links is de eerste. Hetzelfde als net. Ja, links is de eerste. Rechts, links. En waar ga je heen? Je zit op. 25 euro, hè? Ha, stop, nu gewoon ja, 20 euro min. Stop je? Ja, dat is slim. Ja. 25 erbovenop, dat is 29 plus 25. Hoeveel is dat? Weet ik veel, redelijk wat. Je mag beginnen met rechts. Yes. Weet je de volgorde? Rechts. Links.
Ja, Tim, je zit op 50. Ja, ik stop gewoon. Ga je stoppen? Ja. Oké, okay, Tim stopt ook. Dat betekent, Tim staat op 57, meer dan Boas. Yes. Bro, jij hebt gewoon in één keer 50 euro erbij. Ik ga het natuurlijk ook doen. Ik zat op 20 euro, heb ik 15 euro. En we gaan beginnen. Weet ik nog? Nee, wat is de eerste? Links volgens mij. Links. Okay. Nou, links. Links. Rechts. Ja, het moet eigenlijk gaan. Ah! Ik heb wel. Doe wat goed voelt. Nee, ik ga wel deze doen. Nee! Yeah! Oh, shit! Nee! Oh, nou, 5 euro verloren. Ik zit dus nu op 15 euro. 54. 57. We gaan naar de allerlaatste ronde. En daar kan je geld verdienen aan de hand van hoe lang jij erover doet. Het park is nu open, dus er zijn extra veel kinderen. Dat maakt deze challenge nog net iets moeilijker. Je begint zo meteen hier. Je krijgt 1 minuut de tijd om een willekeurige regel die Timo heeft uitgekozen te verbreken. Haal je het binnen die minuut, dan is de tijd die er nog over is het geld wat bij jouw pot erbij komt. Om te bepalen wie als eerste gaat, gaat Timo een getal tussen de 1 en de 3 in zijn hoofd eventjes bedenken. Degene die hem goed heeft, die mag beginnen. Oké. Okay. 3. Hey. 2, 1. 1. Het was 1, ja. Oké, okay, ja, dan moet ik. Nee, dan moet ik. Ik kom de beurt. Mees mag niet vanaf de rand in de foampit springen. Dus heel easy om te doen, maar heel moeilijk om achter te komen. In 3, 2, 1, go! Oh, 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 ik heb al een challenge. Schermen klimmen. Nee, niet. Ah, handen springen. Ook niet. Nee. Stop de tijd! Yes! Yes! Ik had hem. 20 euro ja, erbij. 35 euro. Je las de verkeerde kant van het bord, want hier staan de foampitten. Dus jij ging de andere kant lezen. 35 euro. Ga je eerst? Ja, gaat eerst. Okay. De regel die Boas niet mag verbreken is niet klimmen op de bescherming. Ik deed dat als eerste, dus misschien heeft hij geluk, maar we gaan erachter komen. Het zijt voor Boas die een regel verbreekt. Heb je nog een tactiek? Gewoon gaan. Nou, maakt helemaal niks uit. Go! Oké, okay, de goede kant van de tumblingbaan. Oh, ik moet de verkeerde kant van de tumblingbaan. Ik heb al die pijn al. Duik in de foampit, niet gooien met foamblokken. Aan de kant jij! Leeg je zakken. Houd rekening met elkaar, ik let niet op. Niet op je hoofd of nek, dan heb ik al niet in net te klimmen. Niet onder invloed springen, niet in mijn meesklas. Wat was dit? Het was niet klimmen op de bescherming. Maar dat heeft hier de bescherming, dus hek. Nou oké, okay, prima. Dan geven we je die. Dan had je 2 euro. Woe! Dat geeft jou een totale score van 57 euro. Nou, toch goed gedaan. Lekker man. Gaan we door naar de allerlaatste. En dat is Wij zijn Tim. Kiet, hè? Kiet. Dit is echt Tim. Zoiets wat je per ongeluk doet dan. Ja, dit doe je per ongeluk. De regel die Tim niet mag verbreken is geen dubbele salto. Tim! Ga klaarstaan. Go! Nee. Oh shit. Ja? Op die pijl. Ja, go! Vierde kant op. Hé, hey, dit is mijn tactiek. Hey, die had ik bijna bij jou ook gedaan. Ja, heb ik niet. Oké, okay, iets in mijn zak. Het staat allemaal daarop, hè, Tim. Oh, dat was hem! Ja! Dat was ziek! Yes! Tim komt uit op een totaalscore van maar liefst 100 euro! Oh, precies ja! 43! En ze zien, maar je kan beter later pieken dan vroeg. We gaan eventjes uitrekenen en dan komen we zo bij jullie terug wat hun eindbedragen zijn. Oké, jongens. 100 euro, 57 euro. Ik had 35 euro. Voor mijn voordeel maken we even 36 van, want dan kan je het makkelijk delen door twee. Dat betekent dat jij 82 euro hebt verdiend in deze video en jij hebt maar liefst 39 euro verdiend. En ik heb... Geld verloren. Nee. Daarom is de video's hoogste leuk. Daarom moet je allemaal subscriben en liken. En al mijn video's kijken zodat hij het ooit terugverdient. Maar jullie weten deze maand elke dag een video. Dus. Elke dag? Elke dag, Tim. Hij is een vlogger. Ik ben een vlogger. Nee, elke dag een video. Dus ben je nog niet geabonneerd? Doe het hier beneden. Vergeet een duimpje omhoog achter te laten. Te commenten wat voor een andere video jij wilt zien. Ik wil de jongens bedanken. Check ook hun kanalen. En dan check jullie zoals altijd bij een volgende video. Later! Dit is echt mannentaal. Ja, mentaal.